Dit is de Graafse Weg in Den Bosch en in deze zaak zoeken we een jonge, blanke man van een jaar of 20 die met een pistool cafetaria de ijsbeer binnenstormde. Het gebeurde nog geen 2 weken geleden, op dinsdagavond 17 september. En dat ging niet helemaal zoals hij waarschijnlijk zelf had verwacht. Om 7:15 komt hij binnen. Meteen zwaait hij met een pistool en jaagt een klant de stuipen op het lijf en roept dat hij geld wil hebben. Maar de eigenaar blijft vrij kalm en praat rustig op de overvaller in. Hij kan de kassa niet zomaar openmaken en hij kan dus niet meteen bij het geld. Bijna in paniek doet de overvaller nog een graai in het bakje boven de kassa, maar hij krijgt niets te pakken. En weg is die weer. Ook al maakte hij geen buit en bleef de eigenaar kalm, hij keek wel in de loop van een pistool. En die dreiging alleen al heeft achteraf een enorme impact. Blijft natuurlijk wel een gewapende overval. En iemand die zo een snackbar binnenvalt met een pistool, moet snel gevonden worden. En dat kan met uw hulp. Daarom nog even terug naar de dader. Dit is hem dus. Een jonge, blanke man van een jaar of 20 en zo'n 1,70 meter, 1,80 lang. Hij heeft een normaal postuur en hij droeg een zwarte, gewarteerde jas met capuchon, een soort skijack en een zwarte broek. Hij doet zijn best om onherkenbaar te blijven met een soort zwart stoffen masker met gaten voor de ogen en de mond. En dan was er nog iets opvallends aan de jongen, namelijk zijn stem, want die klonk vrij jong. En hij sprak accentloos Nederlands. Heeft u een vermoeden? Laat het dan weten. Het is nog niet zo lang geleden, nog maar een kleine 2 weken. Dus de kans is groot dat er mensen zijn die zich nog iets herinneren van die dinsdagavond 17 september. En vanuit de cafetaria rent hij de toch altijd vrij drukke Graafse Weg recht over de Oranjestraat in. Iemand met een zwart masker en in zwarte kleding die rennend de Graafse Weg oversteekt, die moet wel opvallen. Als iemand hier op dinsdagavond 17 september tussen 8:15 en 8:30 heeft gereden, gelopen of gefietst, dan moet hij de overvaller haast wel hebben gezien. Als dat zo is, dan is het echt belangrijk dat u contact met ons opneemt. Maar niet alleen mensen die iets gezien hebben willen we heel graag spreken. Ook iedereen die andere informatie heeft die ons kan helpen die overvaller te vinden. Misschien heb je er in je omgeving wel iets over horen zeggen. Deel die informatie dan met ons. Want wat wij niet willen is dat die jongen weer ergens met een pistool naar binnen stapt. Help dat te voorkomen. Daarom is elk beetje informatie, elke tip, alles dat kan helpen de overvaller te vinden welkom. De bewakingsbeelden en het signalement staan op onze website. En kijk daar alles nog een keer door. Het gratis nummer van de tiplijn is 0800 60 70. Anoniem tippen kan via 0800 7000. En volg deze zaak ook via onze Facebookpagina.